Collega Luis Suarez is al weken de blikvanger van FC Groningen. Maar cijfermatig moet de Uruguayaan zijn meerdere erkennen in die andere spits. Erik Nefland scoorde inmiddels 7 keer. En evenaart met nog een doelpunt vandaag zijn gehele productie van het vorige seizoen. Inworp van Vreven. Opgevangen door Florijn. Loveren. Krijgt te maken met Bodden. En uiteindelijk, na wat karambols, inworp voor Groningen. Mols draait weg bij Lindgren. Kolk lag op snelheid. Mols ziet het niet. Kiest voor Tininho. Crosspaas van Tininho. Is bedoeld voor Knopper. Die 9 keer winst behaalde Groningen dus. In de laatste 9 confrontaties met Den Haag. Mols. Goeie bal op de Loorsje. Prima paas van Mols. Goeie aanname ook van de Belgen. De eerste kans is voor Adel. En onderkant lat. Dan zit het de startploeg ook niet mee. Prima aanval van Adel. De steekpaas van Mols kwam precies op tijd. De Loorsje naar binnen geknepen. Die doet weinig verkeerd. De bal ketst af op de onderkant van de lat. Een enorme kans voor ADO. De hoekschop. De kopbal en dan is het alsnog raken. ADO leidt. Bunjevcevic maakt zijn eerste goal in dienst van ADO Den Haag. En wat een start is dat dan voor Lex Schoenmaker. Ja, natuurlijk komt er iets los als een trainer vertrekt en een ander daar ineens voor die groep staat. Maar dit is wel heel extreem. Die enorme kans van de Loorsje zo even. Uit de hoekschop die daarop volgt. Kwik Bunjevcevic. ADO naar 1-0. Sanko. Opening op Florijn. Lange bal in de richting van Nefland. Weggezet door de doelpuntenmaker Bunjevcevic. Lange bal in de richting van Mols. Gaat het duel aan met Sanko. En Groningen mist Kruiswijk achterin. Daardoor Van der Linden weer centraal gekoppeld aan Sanko. En een basisplaats voor Florijn. Buitenspel nu voor Nefland. Ron Jans, die ook uit solidariteit altijd gaat staan als de supporters dat doen. Signaal van de aanhang dat de wedstrijd toch echt begonnen is. Loveren verlengt, maar doet dat tot in de voeten van Bodden, Kolk. Misverstand bij Groningen, Knopper. Nu loopt de bal over de zijlijn. Bunjevcevic. Mols. Mislukte paas van Bodden. Eindigt in de handen van Roorda.
Geweldige start voor Lex Schoenmaker, die het in de geschiedenis al twee keer eerder overnam op interim basis. Eén keer werd ADO kampioen van de eerste divisie. En de andere keer behield hij het elftal voor de eredivisie. Twee keer na een vertrek van Rinus Israël. Silva. Inworp Groningen. Loveren. Bal vaste middenvelder, Suarez. Suarez met de overtreding tegen Bunjasjevic. Dat was een zeldzame goal dus van Bunjasjevic. ADO dat in uitwedstrijden pas één punt wist te halen. Maar dat deed in het DSB-stadion tegen AZ. 2-2 gelijkspel daar. Tininho. Speelt de bal in de voeten van Lindgren. Nou, merkwaardige karambol. Uiteindelijk balbezit voor ADO met Kolk. Mols laat lopen voor Knopper. En die weet Vreven vrij aan de rechterkant. En een vrijveld voor Vreven. Goed het voordeel toegepast door Van Siegem. Vreven met de voorzet. Kolk komt en gaat onder de bal door. En nu is Groningen uiterst sportief door die bal buiten te spelen. Ja, in zijn geslaagde poging die bal bij Vreven te krijgen raakt Knopper geblesseerd. Van Siegem kent uitstekend de voordeel toe. Maar uiteindelijk kan Kolk net niet aan de bal komen op de voorzet van Vreven. Tininho keurig terug naar Roorda. Sanko. Groningen is aangeslagen door die vroege goal. Komt geen paas aan. Lindgren. Aangetikt door Knopper. Lindgren dacht er even aan die vrije schop snel te nemen. Laat het nu aan Cornelissen. In zijn 300ste wedstrijd in het betaalde voetbal. De vrije schop van Cornelissen. Maar die zeilt aan iedereen voorbij. En daar de bevestiging. Silva heeft wat ruimte. Geeft de bal mee aan Cornelissen. Silva doorgelopen. Hij heeft een goede voorzet in de benen, de Uruguayaan. Silva, prima bal en de kans is daar voor Nefland. Dat was zeker niet makkelijk voor de Noorse spits bij de eerste paal. Ja, hij heeft zo'n zwieperende voorzet in de benen. Knap ingeschoten nog hoor, door Nefland. Mist de kruising net aan. Buitenspel voor Mols. Hij baalde nog wel het meest van die supportersactie van vorige week, Ron Jans. Vond dat zijn elftal dat niet verdiend heeft. Na een geweldig jaar. Loven kan de koppen. Maar geen kracht en richting geven aan die bal. Tininho. Kolk.
Jibril Sanko. Suarez vraagt om de bal. Sanko. De bal in de richting van de Uruguayaan. Vreven laat hem rustig over de achterlijn lopen. Er konden wel eens boeiende duels worden tussen Stijn Vreven. En die handenbinder, Luis Suarez. Als die uitwijkt naar de linkerkant van Groningen. Cornelissen, terug naar Silva. Suarez. Bal kwijt aan Saavedra. Tininho. Terug naar Kolk was de bedoeling. Daar zit Silva tussen. Slordig gespeeld door Santi Kolk. En nu Groningen eruit met Suarez. Prima naar binnen verdedigd door Vreven. Die het gevaar zag. Nee, de jonge Uruguayan. Schwiebe. Meegeven aan de Loge. Nee, dat is geen buitenspel. Maar de paas van Schwiebe is niet goed. Nee, meneer Jans, dat was geen buitenspel. Had hij goed gezien. Silva. Via Loveren naar Cornelissen. En weer naar Silva. Voorzet van Silva en de eigen goal. Nee, net nog naar buiten getikt door Zwinkels. Dat was Bunjevcevic dichtbij zijn tweede goal tussen aanhalingstekens. Hij raakt de bal zeer ongelukkig in de reflex van Zwinkels. Die mag er zijn. Uit positie en dan krijgt hij toch nog de hand achter de bal. Fraaie redding. Cornelissen met de hoekschop. Weggekopt door Vreven. Florin. En Loveren staat helemaal vrij en is het 1-1. Hij voorkomt zojuist nog de gelijkmaker. Met een hoekschop die daarop volgt. Geniet Loveren zoveel vrijheid. Dat het voor hem geen probleem is om Groningen weer naast ADO Den Haag te koppen. Tweede doelpunt van het seizoen voor Goran Loveren. En binnen het kwartier is het alweer gelijk. Wat staat hij daar vrij? Feilloze voorzet natuurlijk van Florin. Precies op het hoofd van Loveren. Zwinkels nu helemaal kansloos. Ja, het zijn in het verleden regelmatig doelpuntrijke ontmoetingen geweest tussen Groningen en ADO. We liggen er binnen 13 minuten 2 in. En is het weer uiterst gezellig in Euroborg. Sanko. In de voeten van Bujevcevic. Cornelissen. Van der Linden. Silva, beweging bij Cornelissen. Ja, als je Groningen nu zo ziet voetballen, dan is de start van het elftal van Jans toch ongekend slap geweest. Veel gretigheid nu. Suarez. Suarez met de voorzet en dan moet Vreven daar weer opletten. Die werkt de bal weg. Mols met de counter wellicht van ADO. Mols aangetikt. Eventjes door Levchenko. Bodde heeft haast, want die ziet Vreven vrijstaan. De Loge. Vreven terug naar De Loge. Maar die 1-2 mislukt. Levchenko naar Nefland. Keihard aangepakt door Saavedra. Terecht de gele kaart van Siegem.
veel te hard ingezet, die sliding van de Spanjaard. Eerst de benen van Nefland, daarna uiteindelijk de bal. De kaart is op zijn plaats. Op het laatste moment opgeroepen als vervanger van de zieke Jan Wegerreef, Tom van Ziegem. Cornelissen. ADO zakt ver terug. Ook na die 1-1. Cornelissen naar Silva. Silva met weer zo'n goede wegdraaiende voorzet. Vreven mist. Daar had Suarez niet meer op gerekend. Lindgren. Sanko, die kan hard schieten. Djibril Sanko. Metertje of twee naast de goal van Swinkels. Maar die vroege goal van ADO heeft als een soort doping gewerkt. Het elftal van Ron Jans. Daarna is er nog maar één ploeg die voetbalt. Swinkels heeft ondertussen de bal buiten geschoten. Inworp Groningen. Van der Linden. Nefland. Cornelissen, die staat dan buitenspel. Bunjevcevic maakt de bal alles behalve optimaal. Saavedra, toch balbezit voor ADO. Mols. Meegeven aan Zwiebe, mislukt. Balbezit weer voor Groningen. Sanko, die een goede lange trap in de benen heeft. Suarez, nu afgetroefd door Saavedra. Maar het is vervelend voor de Spanjaard dat hij al zo vroeg in de wedstrijd tegen een gele kaart is opgelopen. Is nou niet in het type dat er vervolgens inhoudt in duels. Ver inborp van Cornelissen. Lindgren. Terug naar Florijn, zijn landgenoot. En dan zoeken naar Suarez. Die is balvast. Suarez met Bunjevcevic. Knopper. Vreven. De Loge meegeven aan Knopper. Dit ziet er goed uit van ADO. Een slim uitgelokte vrije trap door Mols. En even lucht voor ADO. Vreven, Mols. Handig balletje leek het voor de Loge. Daar zat Florijn tussen en inmiddels Cornelissen. Goeie lange bal van Cornelissen en een ingreep is ook prima van Bunjevcevic. Santi Kolk, 1-2 met Knopper. En dan de ingreep van Djibril Sanko. Tininho. Mols voor Sanko. Dan loopt de Knopper even in de weg. Mols weet de ruimte bij Vreven. De Loge. Zwak gekaatst door De Loge en de vrije schop. Voor Groningen na de overtreding van Vreven ten opzichte van Levchenko. Silva. Lovren liet lopen voor Cornelissen. En Groningen zet ADO al heel vroeg vast op eigen helft. Dus dat wacht op een fout paasje. Zoals nu.
Silva. Nefland beweegt. Lovre beweegt. Het wordt Nefland. Cornelissen. Krijgt de bal niet bij Suarez. Van der Linden. Lindgren. Silva. Voorzet van Silva. Ja, die rechtsback is tot nu toe het wapen van FC Groningen gebleken in het eerste kwart van de wedstrijd. Zijn voorzetten keer op keer gevaarlijk. Speelt als een soort valse rechtsbuiten. Lindgren. Monoduel van Knopper. Bodde trapt de bal dan over de zijlijn. Een inworp is voor Groningen. Met veel zelfvertrouwen gestart aan deze wedstrijd, ADO Den Haag. Suarez. Lovre. Terug naar Suarez in de kleine ruimte. Even aangetikt. Ja, er is lang niet altijd wat aan de hand als die kleine man daar valt. Zo ook nu niet, oordeelde Van Siegem. Knopper is de bal alweer kwijt. Floreen. Floreen richting Nefland. Swinkels komt en heeft de bal. Mooi duo, die Suarez en Nefland. Samen al goed voor 11 goals. Mols, bal vast. Knopper meegeven aan Zwiebe. Dat was doorzien door Sanko. Sanko. Lindgren. Terug naar Van der Linden. Napels opzet is keer op keer geduldig bij Groningen. Cornelissen. Sanko. Zag uit een ooghoek Nefland vertrekken. De paas was niet zorgvuldig. Was wel goed gezien door Sanko. Balverlies Schwiebe. Levchenko. Levert hem in bij Tininho. Cornelissen. Groningen is over het algemeen gevaarlijk via de rechterkant. Met Cornelissen en Silva. Nu Cornelissen in balbezit. Lindgren naar Silva. Die ontdoet zich van Knopper die een forse schop uitdeelt. Aan Silva. Maar opgegroeid in Uruguay, dan kun je wel wat hebben. Cornelissen, de man van de standaard situaties bij Groningen. Van Siegem, de scheidsrechter, maand even tot de kalmte. Met name bij de heren Nefland en Vreven. En dan de vrije schop van Cornelissen. En gewerkt door Zwiebe. Lovre. Oh, handig gedaan. Voorzet van Lovre. Die bereikt dan geen ploeggenoot, maar speelde zich aardig vrij. De man van de gelijkmaker van FC Groningen, Goran Lovre.
Tininho. Kolk. Met Silva die bal niet helemaal lekker verwerkt. Knopper, Mols. Knopper en weer terug naar Mols. Dan de ruimte bij de Loge, maar Mols krijgt de bal dan niet. En dus kan Groningen nu weg met Florijn. Gestuit door Zwiebe en Vreven. En nu Alo weg met Vreven. Goede bal op de Loge. Knopper voor de goal. Knopper voor de goal. Het is 2-1 voor ADO Den Haag. En het is zeer effectief wat het elftal van Lex Schoenmaker doet. Want slechts zelden op de helft van FC Groningen. Maar als de ploeg er komt, is het raak. Bujevcevic eerder uit de hoekschop. En nu is het Knopper met 2-1. Prima steekpaas van Vreven. De voorzet is prima. En Knopper tikt dan binnen. En bij Groningen zijn ze een beetje boos op die van ADO. Omdat Florijn geblesseerd was geraakt in de aanloop naar deze 2-1. En dat is een terugkerend thema van de laatste weken. Florijn die nu ook wordt behandeld aan een blessure. Met name Ron Jans wint zich nogal op over het feit dat de ADO verder voetbalt in de wetenschap. Maar is die wetenschap daar geweest, kun je dan afvragen dat Florijn geblesseerd was. Het is zelfs zo ernstig dat de zweet eraf moet. Groningen domineert. Hij heeft heel veel balbezit. Maar ADO leidt met 2-1. Door een goede goal van Knopper. Suarez. Goeie aanname van Suarez, de versnelling. Wat kan die man toch geweldig voetballen. Hij bereikt alleen Nefland net niet. Maar de actie was fenomenaal van de tiener uit Uruguay. Hij is pas 19. Cornelissen. Op het hoofd van Tininho. Silva. Nefland. Loveren helemaal vrij. Loveren en het is 2-2. En zo vliegen ze er achter elkaar in. Weer een hoofdrol voor Goran Loveren. En iets meer dan een minuut na de 2-1 van Knopper staat Groningen weer naast ADO. Heerlijke wedstrijd in Euroborg. Waar Groningen iedere keer wakker lijkt te worden op het moment dat ADO een doelpunt maakt. Onorthodoxe aanval. Loveren geen buitenspel. Die komt dan met deze voorzet en met de knie binnengewandeld door Nefland. Zijn achtste van het seizoen. Dat is een evenaring van zijn totaal van het vorige jaar. En hij voelt zich thuis in Euroborg. Mols niet bereikt door Vreven. Het gaat niet meer met Matthias Florijn. Hij zal worden gewisseld. Hij zal worden vervangen door Ondraai Svedik. Florijn raakte geblesseerd in de aanloop naar die goal van Richard Knopper. Daar was wat opwinding over. Hij kan nu niet meer verder. Dat gebeurt daar. Lijkt hem in de lies te schieten. De 23-jarige Tsjech, Ondraai Svedik, is zijn vervanger.
Ja, hoe Piet Luttig kun je zijn? Die speler, ik moet nog even wachten. Ja, de scheidsrechter bepaalt wanneer iemand het veld in mag. En dat is nog niet gebeurd. Loveren nu buitenspel. Zo, die knalt er nog eventjes waanzinnig in de bovenhoek. Zou die hebben geweten dat er al was gevlacht en gefloten. Wat een goal zeg van die Loveren. Was inderdaad buitenspel. Maar let even op hoe die hem dan nog even binnenschiet. Dat was niet onaardig. Als toegift. Ondanks die buitenspelsituatie. En heeft Loveren dan geel gekregen? Nou, dat is wel heel treurig. Ja, hij weet het zelf niet. Hij vraagt nu aan de scheidsrechter, heb je mij bekeurd? Het antwoord op die vraag is ja. Dat is wel een hele trieste beslissing van Van Sichem. Want Loveren maakt toch niet de indruk dat hij had gehoord dat er was gefloten. Het is nogal lawaaiig hier in Euroborg, dus het lijkt een plausibele verklaring van Loveren. Mols knap weggedraaid zich bij zijn directe tegenstander. Dan achter Kolk gespeeld. Tininho. Mols. Ja, als ADO de goal nadert van Roda wordt het over het algemeen gevaarlijk. Maar nu niet. Inhoor van Tininho over Knopper heen. Dan krijgt hij terug van Loven. Mols. Dacht dat Knopper doorliep. Vreven. Groningen jaagt, gesteund door het publiek. Bojevcevic nu opgejaagd door Loven. Tininho. Dat sorteert ten dele effect. Bodden. Mols moet het dan uitzoeken met Sanko. Levchenko krijgt de vrije schop. Zvedik, de invaller, is centraal in de defensie komen te spelen. Van der Linde doorgeschoven naar linksachter. Nu de overtreding van Loven. Bodden. De Loge. Mols. Knap doorgespeeld. Buitenspel voor Kolk. Net aan. En dus hoeft Kolk niet verder. En waar Loveren zojuist de gele kaart kreeg, moet Kolk zich niet melden bij Van Sichem. En daarom de woede bij het publiek in Euroborg. Dat is weinig consequent van de scheidsrechter. Die gele kaart van Loveren was al belachelijk. Dat hoeft Kolk dan ook niet te ondergaan. Maar het is niet echt consequent. Suarez. Suarez met de dribbel. Cornelissen. Levchenko, die weet dan altijd die valse rechtsbuiten Silva daar aan de rechterkant. Kan nu de bal net niet binnenhouden. Maar het is een meeslepend voetbalgevecht, voetbalwedstrijd tussen Groningen en ADO. In de meest positieve zin van het woord. Tininho. Niet echt optimaal geraakt. Toch bij Zwiebe. Vreven ziet De Loge vertrekken. Goeie bal van Vreven. De Loge versnelt een overtreding. Van Zvedik. Die te laat was met zijn tackle. En geel eroverheen voor de Tsjech.
Ja, hij is te laat. Omdraaien Svedik ten opzichte van de Loorsje. Koud 3 minuten in het veld. Heeft hij gelijk geel te pakken. Derde gele kaart al in deze toch niet overdreven harde wedstrijd. Bunjevcevic is mee naar voren. Man van de openingsgoal. En dan gaat Sanko erbij liggen. En die grijpt naar zijn knie. En verder weinig drukte daaromheen. Dus zal er niet al te veel aan de hand zijn. Mols informeert ook hoe het is met de centrumverdediger van Groningen. Eens kijken wat daar gebeurt. In het midden van uw beeld, Sanko. In het duel met Mols. Ja, de knie van Mols moet dan Sanko hebben geraakt. Dat kan goed pijnlijk zijn aan de binnenkant van je knie. Het zou de tweede noodgedwongen wissel betekenen voor Ron Jans. Maar Sanko is wel een taai hoor. Ik kan me niet voorstellen dat hij gaat opgeven. Groningen even met 10. De vrije schop, Bolle en bijna tot in het eigen doel verlengd door Silva. Sanko weer terug. Ja, die bal kan ook zomaar binnenvallen bij de tweede paal. Hoekschop van Bodde. Roorda bokst weg. Binnengehouden door Loveren. Suárez. Suárez en dan geschept door Swiebe. En dat is de volgende die de gele kaart krijgt. Swiebe is dan boos op Suárez, maar hij is gewoon te laat. En als je dan die opponent raakt, dan kun je een gele kaart verwachten. Deze beslissing valt er weinig af te dingen. Suárez gepakt door Levi Swiebe. Nevland. Silva. Groningen houdt balbezit. Een beetje een theatrale valpartij van Silva. Lindgren bereikt Loveren niet. Kolk naar de Loorsje. Die levert hem in. Nevland. Nevland van afstand. En dan ligt er weer iemand geblesseerd op de grond. Nu is het Vreven. Die zou dan gebotst zijn met Suárez. Want die wordt niet onder vuur genomen door verbaal althans. Door de spelers van ADO. Nou, Vreven staat weer. Die haalt even verhaal bij Suárez. Die heeft last van zijn neus. Vreven van alles en nog wat. Dus zal het wel ongeveer een 50-50 die wel zijn geweest. Het zijn allebei geen lievertjes. Knopper. Terug naar Tininho. Sanko terug naar Roorda. Svedik. Zocht Nevland. Saavedra terug naar Swinkels. Vreven. Knopper. Saavedra. Weer het zoeken naar Mols. Die wordt zeer kort verdedigd.
En dan de overtreding van Bodden op Levchenko. Niet zo slim wat Saavedra doet door die bal weg te gooien. En die krijgt de allerlaatste waarschuwing van Siegen. Maar dan komt de Spanjaard goed weg. Hoe kun je nou met de gele kaart op zak die bal dan voor de ogen van de scheidsrechter een meter of 10 de andere kant op gooien? Niet verstandig. Lindgren. Cornelissen. En Silva. Misverstand met Loveren die eerst de hoek indook en daarna de bal graag in de voeten had willen hebben. Cornelissen mist de bal. Mols. Oh, die is nog altijd even handig in de korte ruimte. Prachtige actie. Bezorgt de bal dan bij de Loorsje. En die gaat veel te snel liggen. Ja, wordt 36 volgende maand. Maar er zit nog weinig slijtage op bij Michael Mols. Ja, fysiek wellicht, maar niet op zijn voetbalkwaliteiten. De Loorsje met de versnelling. De Loorsje. Niet langs Van der Linden. Hij is eigenlijk bezig aan zijn beste wedstrijd tot nu toe voor ADO. Mols. Mols met Svedik. Zo, door de benen. Daar is de Tsjech gezien. En dan de overtreding van Svedik ten opzichte van Mols. Voor de tweede keer in een minuut dat hij dol wordt gedraaid door de veteraan van ADO. Dat wil je liever niet terugzien als verdediger. Vrij schop van Bodden. Weggekopt door Levchenko. Suárez. Suárez nog altijd. Nou, uiteindelijk stuit hij op Vreven. Vreven zoekt weer naar Mols. Daar zat Van der Linden tussen. Dat is knap dat je bij deze wedstrijd vermoeid kan raken. Naast de thuisnederlaag was nog in het Oosterpark tegen Sparta. Dat was in september vorig jaar. Svedik, Van der Linden, brengt de bal in richting de kopsterke Levchenko. Saavedra zit ertussen. En Silva, rechtsback, zet daar al druk en komt weer tot zo'n voorzet. Dat is toch knap hoor, iedere keer. Nu plukt Swinkels de bal uit de lucht. Van der Linden naar Suárez. Laatste minuut, eerste helft. Zoekt de combinatie met Nefland. En dan krijgt Groningen alsnog de vrije trap mee. Omdat Saavedra heel eventjes Suárez vast had. Door de blessureproblematiek bij Florijn en ook bij Sanko. Worden er 3 minuten toegevoegd aan de eerste helft. Die eigenlijk om is gevlogen. Groningen met Van der Linden. Met in de tweede paal. Aan iedereen voorbij.
Silva doet dit dan slim. De Loge werkt half weg. Silva. Voorzet van Silva aan Nefland. Kon geen richting geven aan de kopbal. Mols. Komt er weer uit. De Loge terug naar Bodden. Santi Kolk. Een matige bal van Kolk. Leidt een counter in van Groningen. Met Loveren. Bal gespeeld door Knopper. Groningen houdt balbezit. Levchenko, Loveren. Nefland achtervolgd door De Loge. Maar weer de bal gespeeld. Ja, Van Sichem zat er nu bovenop. Maar houdt het tempo in de wedstrijd. En nu wel de overtreding van Lindgren tegen Mols. Schiebe. Die maakt Hens. Silva in de laatste minuut van de extra tijd in de eerste helft. Die echt omgevlogen is. Goeie bal van Silva op Van der Linde. En dan melden al die koppers zich daar weer voor Swinkels. Kan Tininho opruimen. Silva. Nou, vrije schietkans voor Silva in de handen van Swinkels. Laatste schotpoging van een zeer boeiende eerste helft. Silva. Net op bij Van der Linde. Duwtje van Saavedra bracht Nefland uit balans. Dan is het klaar voor wat betreft de eerste helft. Drie kwartier gingen vlotjes voorbij na een zeer boeiende confrontatie. De eerste drie kwartier tussen Groningen en ADO. ADO dat twee keer op voorsprong kwam. Maar Groningen knokte zich via Loveren en Nefland tot twee keer toe terug. Ruststand halverwege is 2-2. Het fair play signaal fan of the match. En we gaan zo meteen drie voorbeelden zien. En dit zijn de cijfers. Veel balbezit voor FC Groningen. Maar ADO toonde zich effectief en gevaarlijk als het in de buurt kwam van Bas Roorda. De eerste waarschuwing was al dat schot onderkant lat van Laurent De Loge. Daarna scoorde ADO twee keer via Bujevcevic en Knopper. Maar Loveren en Nefland scoorden dus ook. Dus is dit een logische ruststand. 2-2. Graag, tot straks. U bent terug in de Euroborg. Tweede helft, FC Groningen tegen ADO Den Haag. Ruststand 2-2. Hij opende de score. Bujevcevic. En daarna doelpunten van Loveren, Knopper en Nefland. Dus 2-2. Aftrap ADO met Bodden. Lange bal in de richting van De Loge, maar die bal is veel te hard van Ferry Bodden. Voor de derde keer in zijn loopbaan dus eindverantwoordelijk bij Den Haag. Schoenmaker. Van der Linde. Nefland legt klaar voor Loveren. Cornelissen. Silva komt weer buitenom. Hij is gezien door Santi Kolk, die goed mee verdedigt. Kleine correctie overigens, als het gaat om de gele kaarten. Halverwege de eerste helft was het niet de Loveren die tegen een geel aanliep, omdat hij die bal nog binnenschoot. Maar Vreven had geprotesteerd. Ergens rondom die actie. Die heeft de gele kaart gekregen. Via Tininho de bal over de achterlijn. Hoekschop voor FC Groningen aan het begin van de tweede helft. Cornelissen. Bujevcevic zit ernaast en Loveren. Die kan vrij inkoppen.
Hij moet dus oppassen, de captain van ADO. Levchenko, Suarez. De bal wat ongelukkig op de knie, misverstand Sanko en Lindgren. Mols geeft de bal mee aan Kolk, die is rap. Santi Kolk en gaat dan liggen en krijgt geel voor een zwalbe. Er was al even contact, maar Kolk doet eerst nog twee passen en gaat daarna pas liggen. En dan is het oordeel van Siegem logisch dat hij dat ziet als een zwalbe. De verstelling is prima. Daar wordt hij wel degelijk even geraakt door Silva. Maar pas twee passen later gaat Kolk liggen. En dus krijgt hij geel. Svedik. Silva naar Sanko. Beweging bij Levchenko, daar gaat de bal ook naartoe. Geklopt door Saavedra. Laurent Delorge. De bal kwijt aan Antoine van der Linden. Van der Linden, controle is goed. Van Levchenko, maar krijgt de bal dan niet bij Nefland. Penalty specialist bij FC Groningen. En in Euroborg krijgen ze er nogal wat. Dus staat hij al op 6 goals. Lindgren stuurt Nefland weg. Mujevcevic eerder bij de bal. Inworp FC Groningen. Suarez afgetroefd door Mujevcevic. ADO komt eruit als winnaar, maar Mols verspeelt dan de bal aan Lindgren. Mujevcevic. Mols lanceert zichzelf en Sanko staat te slapen en Delorge staat helemaal vrij. Mols ziet dit en dan moet de Belg zorgen voor 3-2. En die faalt niet en dan leidt ADO. Ongekend effectief vanmiddag het elftal van Lex Schoenmaker. Want hoeveel kansen heeft de ploeg nou gehad? Misschien 4, 5. Maar het is al 3 keer raak. Prima doelpunt van Delorge. Maar Sanko gaat hopeloos in de fout in het duel met Mols. Daar laat hij zich aftroeven door de veteraan die volgende maand 36 wordt. Heeft oog voor Delorge en die rond het keurig af. Roorda opnieuw gepasseerd. En zo is het ook gelijk aan het begin van de tweede helft alweer bijzonder boeiend tussen Groningen en ADO. ADO dat voor de 3e keer deze wedstrijd op voorsprong komt. Svedik. De eerste 2 keer dat ADO voorsprong kwam, stond Groningen binnen een minuut weer op gelijke hoogte. Nee, dat is niet helemaal waar. Bij de eerste goal duurde het iets langer. Lovren. Knap vrijgespeeld, meegegeven aan Van der Linden. Suarez. Stevig verdedigd door Saavedra, maar correct. Mols. Goeie tackle van Svedik. Mols even geblesseerd. Sanko en Lindgren. En nu voetbalt Groningen door omdat Mols er overeind krabbelt. Suarez. Suarez zag Saavedra niet komen. Dat kan mooi verdrietig kijken, Luis Suarez. Lovren. Suarez laat lopen voor Nefland. Een uitbraak van ADO met Knopper en Mols. Goed verdedigd nu door Svedik, Lindgren.
Groningen jaagt om weer snel op 3-3 te komen. En wat een knal zeg van Cornelissen. En Zwinkel zag de bal heel laat, dus was de reflex van de doelman prima. Geweldig uithaal van de jubilaris. Cornelissen die zijn 300ste wedstrijd speelt in het betaalde voetbal. Middenvelder zelf met de hoekschop, Zwinkels, klem vast. Begon het seizoen als derde doelman. Die Zwinkels. Hij krijgt nu de voorkeur boven de Canadees Wagenaar. De Loge. Bal kwijt, Levchenko. Zag Suarez wel vertrekken, paas was niet goed. Sanko naar Svedik. Sanko. Nou, die is het even kwijt na die blunder van hem bij de 3-2. Zwinkel stopt de bal in de voeten van Svedik. Volgende aanval van Groningen met Lindgren. Een versnelling van Lindgren speelt de bal te ver voor zich uit. Knopper. Mols altijd in dat soort situaties aanspeelbaar, maar de bal van Knopper was niet goed. Loven. Meegeven aan Cornelissen. Voor de goal zijn Nefland en Suarez. Maar Cornelissen krijgt de bal dan niet, wel de inworp. Een ver inworp van Cornelissen zelf. Mols tegen de grond gewerkt door Svedik. Er valt niet echt geweldig in. Jonge Tsjech. Vrije trap inmiddels genomen door ADO. Snel genomen. Lindgren. Van der Linden. Van der Linden op het lijf van de Loge. Lindgren brengt in. Bunjevcevic kopt weg. Levchenko. Lovre. En dan paniek bij Tininho, maar de bal is even aan het strafschopgebied. En vervolgens Stijn Vreven, die doet dit niet handig op het lijf van Van der Linden. Nu wat meer overtuigend. Mols, weer handig gedaan. Kolk, een verhoek ligt weer op snelheid. Invallen voor Swiebe, maar Kolk krijgt de bal dan niet. Wissel bij Groningen, waar Nefland naar de kant gaat en wordt vervangen door Selman. Mols speelt zich weer handig vrij. Tininho. Verhoek. Verhoek nog altijd en loopt zich dan vast op Silva. Een versnelling gelijk maar van de Uruguayan. Sanko. Meegeven aan Lindgren. Nog altijd Lindgren, Cornelissen. Cornelissen weet Silva bij zich, gaat zelf. Cornelissen ruim over de goal van Zwinkels.
Het zou toch een stunt zijn als uitgerekend ADO Den Haag een einde maakt aan de ongeslagen serie van FC Groningen in het eigen Euroborg. Serie die inmiddels 15 wedstrijden duurt. Selman. Van der Linde terug naar zijn doelman helemaal. Suarez binnendoor bij Vrever. Suarez, nog altijd Suarez en de redding van Swinkels. Dan was Vrever deze jonge Uruguayaan even helemaal kwijt. Schot in de korte hoek, gepakt door de doelman van ADO Den Haag. Zwakke bal van Svedik. Den Haag er weer uit. Met Kolk, die treuzelt veel te lang. Lindgren. Sanko schuift in. Sanko met de bal richting Suarez. Selman voor de goal. Suarez wacht en die gaat dan veel te gemakkelijk liggen. Ja, en dat is makkelijk. Dan krijgt ook Suarez geel voor een zwalbe. Van Sichem is consequent. Toont eerder voor een soortgelijk vergrijp geel aan Santi Kolk. En nu Suarez met een echt een klassieke zwalbe. Die krijgt ook geel. Bodde. Verhoek. Knopper weer meegeven aan de rappe Wesley Verhoek. En nu goed verdedigd door Silva Verhoek. Vanachter niet handig gedaan. En ook hij krijgt nu de gele kaart. Ja, dat was een knieper overtreding van Verhoek. Zevende gele kaart al van deze wedstrijd. Half elftal van ADO inmiddels bekeurd. Dik een half uur nog. 3-2 ADO Den Haag in Euroborg. Lindgren. Lindgren, goede steekpaas. Suarez, Selman voor de goal. Suarez doet het weer zelf. En nu is Selman toch redelijk boos op zijn jonge collega. Loveren. Groningen krijgt haast. Selman. En Swinkels houdt de bal ruim voor de lijn tegen. Van der Linde. Svedik. En weer naar Van der Linde. Suarez vraagt weer, vertrekt uit de rug van Vreven. Die is op tijd terug. Die krijgt steun van de Loge. De inworp is wel voor FC Groningen. Verre inworp van Antoine van der Linden. De twee Belgen, de Loge en Vreven, werken samen in het duel met Levchenko. Maar Mols speelt een onvoorstelbaar belangrijke rol bij ADO. Hij houdt keer op keer die ballen vast. Of versiert een overtreding. Bodde. ADO nu weer eens met een counter. Tininho. Levchenko.
Selman, meegeven aan Lindgren. Suarez, nee, dat was geen buitenspel. Vertrok uit de rug van Saavedra. Onterecht teruggevlacht door meneer Inia. Op het moment van spelen gelijk. Hij moet wel meegaan, hè? Nee, dat kan niet. Ja, hij moet gewoon op de schrift blijven spelen. Mos. Svedik is de bal kwijt. Toch balbezit voor Groningen met Levchenko. Even voor Suarez met alles wat hij heeft. Cornelissen. Nog altijd Cornelissen. En vervolgens de ingreep van Bunjevcevic. Verhoek glijdt weg. Daarvan profiteert Silva en Cornelissen. Selman vrij voor de goal. Cornelissen ziet het. Nou, daar komt Selman en die gaat onder de bal door. Groningen houdt balbezit met Levchenko. Weggekopt door Knopper. Uit de catacombe bereikt het bericht ons dat Nefland geblesseerd is aan zijn rug. Dit is zijn vervanger, Selman. Uit de draai, Selman. Dat was geen onaardige poging van de Zuid-Afrikaan. Die aan het einde van het seizoen vertrekt uit Groningen. Hier nogmaals die voorzet van Cornelissen die perfect lijkt. Maar Selman timt gewoon verkeerd. Zo is de kans verloren voor Groningen. Mols. Verlengd. De bedoeling was Santi Kolk. Roorda op tijd bij de bal. Lindgren. Beweging bij Suarez. Goeie paas van de Zweed. Suarez met Bunjevcevic, de voorzet. Daar komt Selman, terugleggen, Lovren. Prachtige aanval van Groningen, maar geen 3-3. Nog altijd Groningen met Suarez. En nu kan ADO even rustig ademhalen. Wat een fantastische combinatie was dat. Tussen Suarez, Selman en Lovren. Kolk. Buitenspel voor Verhoek. Ja, geen tijd om het nog eens aan u te laten zien. Want Groningen komt alweer met Cornelissen. Op jacht naar de 3-3. Cornelissen met Tininho. Voorzet. Die zelt richting de tweede paal. Op het dak van het doel van Swinkels. De mooiste aanval van de wedstrijd als Suarez wordt weggestuurd aan de linkerkant. Zijn voorzet bereikt Selman. Die legt de bal perfect terug voor Lovren. Ja, die heeft gewoon pech. Onderkant lat. Geen 3-3. Zo blijft het onverminderd boeiend in Euroborg. Ja, niet vies van een beetje intimidatie. Stijn Vreven. Kolk, verlengd tot bij Svedik, die is van Groningen. Over de as van het veld nu, de Tsjech. Svedik, en dan maar eens uithalen. En daarna de discussie met Suarez, die de bal ook graag had willen hebben. Ja, dat zijn ze toch niet gewend, een achterstand in Euroborg. Hoewel, gebeurde dit seizoen al vaker. En dan wist Groningen het in de slotfase altijd om te buigen. Met als toppunt
die ontsnapping tegen Vitesse. 10 minuten voor tijd, 3-1 achter, 4-3 winst. Sanko. Suarez probeert de bal klaar te leggen voor Selmen. Loveren. Selmen gaat dan te gemakkelijk liggen. Van Siegem. Ja, eigenlijk een prima wedstrijdfluit. Ziet daar niets in. Lindgren. Zwedik. Suarez, klaarleggen voor Levchenko, voordeel, Groningen. En dan Swinkels op tijd uit zijn doel. Met de instormende Cornelis in de buurt. ADO blijft vooralsnog op de been. Maar de druk wordt wel groot. Het publiek gaat er nog eens achter staan. Suarez. Vreven kreeg de noppen van Lindgren in zijn dijbeen. Het spel gaat verder. Sanko nu voor Mols. Mols is een beetje leeg gespeeld. Doorjagen van Cornelis. Hij levert balbezit op voor Suarez. Mooie aanname van de Uruguayan. Zwedik. Suarez. Verdedigd door Vreven ten koste van een hoekschop. Het zijn van die onverklaarbare krachten in de sport, maar ADO voetbalt in deze wedstrijd met nieuw elan. Cornelissen. Bal verlengd en dan krijgt Loveren net de schoen er niet tegen. En ADO nu weg met Kolk. Santi Kolk. Ook Verhoek gaat zich nu melden. Kolk moet de bal even bij zich houden. Verhoek, slim gedaan. Goed zijn lichaam gebruikt. Uitstekend gedaan door Verhoek. En Mols is vrij bij de tweede paal. Maar de Verhoek, zijn paas is matig. Toch nog Mols. En dit is vrij gedaan, zeg. Door met name Michael Mols. Die al liggend, vallend, die bal toch nog bij Kolk weet te krijgen. En het is 4-2 voor ADO Den Haag. Ongelofelijke wederopstanding. Van het elftal van tegenwoordig, Lex Schoenmaker. En je kunt het gewoon niet verklaren in de sport hoe zoiets mogelijk is. Wekenlang knokken. En dan is er ineens een wedstrijd met een nieuwe coach dat het allemaal past. Dat iedere aanval zo'n beetje binnenvliegt. Mooi werk van Verhoek. Zijn voorzet lijkt dan mislukt. Maar Sanko laat zich weer aftroeven door Mols. Die bezorgt de bal bij Kolk. Dan is het simpel voor Santi Kolk. 4-2. En toch durf je na 70 minuten niet te beweren dat die wedstrijd nu gespeeld is. Daarvoor speelt Groningen toch veel te behoorlijk voetbal. Ver inworp. Duwen en trekken. Kolk werkt weg. Zwedik. Loveren vastgepakt door Bodden. Vrije schop Groningen. Het zal voor ADO het zijn om te gaan wisselen. Mols is helemaal leeg gespeeld. Die heeft echt geweldige voetbal. Beste man aan de kant van ADO Den Haag. Gaat nu richting de douche. En wordt vervangen door Mark de Vries. Over een maand 36. Ja, zou de beleidsbepalers van ADO toch willen adviseren om hem nog over te halen voor nog een jaar voetbal. Vrij schop genomen inmiddels in de handen van Swinkels. Sanko. Bujevcevic met Selmen.
Die bal viel nog achter de Serviër. Bodde. Levert hem in bij Sanko. Ja, die heeft absoluut zijn dag niet. Djibril Sanko. Levchenko. Meegeven aan Van der Linden. Maar de oude Vreven knokt zich. Voor de linksback van Groningen. Tininho. Sanko, die nu met het restant van deze wedstrijd met een totaal andere spits te maken krijgt. De persoon van de grote, sterke, iets wat bonkige Mark de Vries. Sanko. Deze lange bal is ongevaarlijk. Ja, veel te slap verdedigd door hem bij de 3-2 en de 4-2. Verdediger die de laatste maanden werd bewierookt, Djibril Sanko. Al in verband gebracht met bijvoorbeeld Tottenham Hotspur. Maar een jonge verdediger als hij is, kan natuurlijk ook wel eens te maken krijgen met een terugval. De Vries. Svedik. Van der Linden. Oh, die krijgt de bal wat ongelukkig op zijn hoofd voor Hoek. Wilde hem meegeven aan Santi Kolk. Even veel balverlies over en weer. Nu wat rust bij Levchenko. Levchenko naar Selman. Op het hoofd van Bunjevcevic. En lichtzinnig verdedigd door De Loge. Cornelissen. Suarez richting de verre hoek. Misschien stond Levchenko er wel beter voor, maar Suarez is een spits. Die ging voor eigen kans. Slap optreden van De Loge leidt deze kans van Groningen in. Kolk richting De Vries. Al opgevangen door Bodde. Rasmus Lindgren. En Bodde, ja, die gaat het niet meer mooi oplossen. Die ramt zoveel mogelijk de tribunes in. Eén keer wel nader pas, dat was in het eigen Zuiderpark. Tegen Heracles met 2-0. Buitenshuis pas 1 punt tegen AZ. Maar nu 4-2 voorsprong tegen Groningen. Vreven. Hoorde en zag Swinkels niet komen. Vreven nu in het duel met Selman. Inworp Groningen. Van der Linden. Cornelissen. Via Lindgren naar Sanko. Loveren. Die gleed weg en nu Canado counteren en is het geen buitenspel voor De Vries. Nou, met z'n drieën af op Bas Roorda. En De Vries die gaat het dan nog spannend maken. De Vries terugleggen voor Hoek. Schot geblokt, nogmaals voor Hoek. Weer geblokt. En bij de derde keer heeft hij Hens gemaakt. En wordt het geen 5-2 en is het nog steeds niet beslist. Maar wat treuzelt die De Vries lang om dat uit te spelen. Met de Knopper. En Verhoek toch helemaal vrij voor de goal. Levchenko. Groningen leeft nog. Van der Linden. Sanko. Ruimte lag bij Silva.
ADO heeft het gevaar van die Silva in de tweede helft veel beter geneutraliseerd. En kan nu weer gaan counteren. De Vries. Verhoek. De Vries loopt door. Geen buitenspel. Komt van eigen helft. En daar gaat De Vries weer. Nou, nu dan wel. Maar heeft de snelheid niet. Moet wachten op De Loge. De Loge dan met de kans. En stuit nu op Roorda. ADO verzuimt weg te lopen naar een grote score. Hoe gek dat ook klinkt. De nummer laatst op bezoek bij de helftal dat toch gewoon verslaanbaar wordt geacht in Euroborg. Lindgren. 4 tegen 4 als Lindgren opschiet. Lindgren meegeven aan Levchenko. Levchenko dan. Ja, iets van het midden houdt tussen een schot en een voorzet. Mark de Vries had het al lang en breed kunnen beslissen. Maar wacht hier veel en veel te lang. Natuurlijk moet Verhoek het dan gewoon afmaken. Maar Verhoek laat dat erna en daar maakt Verhoek Hens. Dan is die kans verloren. En even later passeert De Loge Roorda niet. Dan staat het nog altijd 4-2. En is de marge nog comfortabel voor de helft van Schoenmaker. En Mols had dat gezien zijn lichaamstaal toch anders opgelost. Van der Linden. Richting Suarez en Selman. Bunjevcevic wint daar veel luchtduels. Sanko. Cornelissen. Cornelissen naar het rechterbeen. En een goede tackle van Tininho op de bal. Komt ADO weer met de volgende counter. Groningen verdedigt op de middenlijn. Verhoek blijkbaar geen buitenspel. Nou, nu is Knopper mee. Verhoek is snel. En de bal is dan zowel voor Knopper als Kolk niet op maat. Groningen wisselt. Brengt Seedorf voor Loveren. Ja, aanvallende middenvelder voor een aanvallende middenvelder. Dus wezenlijk van het er niet veel. De Vries. Nog altijd De Vries. Verhoek. De Vries loopt door. De Vries. Verhoek. En daar komt de bal dan uiteindelijk bij Mark de Vries. En de redding van Roorda. Het is onvoorstelbaar hoeveel kansen ADO krijgt om het helemaal te beslissen. En waar de eerste vier kansen er eigenlijk allemaal in vlogen, wordt het nu steeds ingewikkeld gemaakt door met name Mark de Vries. De Mols, de spits die werd vervangen voor deze de Vries, wordt niet goed. Hoekschop dan in de handen van Roorda. Ja, je zou bijna denken dat hij kan toveren, Lex Schoenmaker. Suarez. Seedorf. Van de bal gelopen door Bodde voor Hoek. Met Svedik voor Hoek. Krijgt de bal niet bij Kolk. Maar daarachter staat dan weer Knopper en ook De Loge. Tininho. Dik buitenspel voor De Vries. Bovendien was de bal al over de zijlijn geweest. Svedik. Van der Linden. Richting de tweede paal, richting Selman. Naar Swinkels onbedreigd. Maar het is stil geworden in de Euroborg. Dat is redelijk zeldzaam. Lijkt erop alsof toeschouwers en ook het elftal niet echt meer gelooft in een goede afloop. Gevaarlijk spel van de Vries.
Nou, de Vries moet dan gewoon die bal teruggeven en krijgt nu geel. Niet zo slim gedaan door de Vries. Lindgren, maar Silva. Terug naar Lindgren. Saavedra wint weer eens een kopduel. Kolk. Ja, die weet dat De Vries en Verhoek op de middenlijn klaarstaan om weer te gaan counteren. Sanko, een lange trap richting Suarez. Levchenko wint dat duel. Swinkels op tijd uit zijn doel. Verhoek, goed gedaan. Troef Seedorf af. Geen buitenspel. Verhoek in balbezit. Goeie werk ging eraan vooraf van Knopper. Verhoek. Loopt zich dan vast. Levchenko. Het geloof is weg bij FC Groningen. De Loge. Bodden. Bojevcevic voor Selman. De Vries. Ja, die is zo sterk. Die loopt niet van de bal. Mark de Vries. Kolk. Meegeven en dan Knopper. En nog altijd geen 5-2. Onvoorstelbaar hoeveel kansen ADO krijgt. Maar ja, omdat Groningen niet meer gevaarlijk wordt, maakt het eigenlijk allemaal niet zoveel uit dat de ADO keer op keer die kansen blijft missen. Maar het had hier zo 2-7, 2-8 kunnen staan. Daar is niets overdreven aan. Cornelissen. Selman naar Silva. Silva brengt in. Levchenko verlengt. En Cornelissen staat buitenspel. Ja, de Mols functioneert als extra coach. Die legt uit aan de spitsen hoe ze moeten profiteren van de enorme ruimte die Groningen keer op keer weggeeft. Suarez verlengt tot bij Selman. Cornelissen. Gekraakt schot in de handen van Swinkels. Ja, één goal van Groningen en we krijgen hier nog een spetter in de slotfase. Kolk. Santi Kolk, ja dan zit ook alles mee. Kolk dan met de beslissing, nog altijd. En hij maakt het dan helemaal af. Dan schiet ADO naar 5-2. 4-5 counters waren niet besteed aan in de spitsen. Maar Kolk met een individuele actie. Maakt dan alle onzekerheid van de bezoekers een einde. En schiet ADO naar de eerste uitzege van het seizoen. En de eerste nederlaag van FC Groningen in de competitie. In het eigen Euroborg is aanstaande. Het is gaan lopen bij ADO in deze wedstrijd. En dan heb je ook dit soort gelukjes als Kolk ondervond. Vervolgens blijft hij zeer kalm oog in oog met Roorda. Dit was gelukkig het afronden. Was uitstekend van Santi Kolk. 5-2. Ja, en de extra trainer van ADO. Ook tevreden over hoe Kolk dat uitspeelde. Silva. Voorzet van Silva bereikt Selma niet. Ja, hij kijkt erbij alsof hij ook niet 1, 2, 3 een verklaring heeft. Hoe dat vanmiddag ineens zo heeft kunnen lopen. Nee, helemaal niet. Die schoenmaker. Hij heeft toch een hoop meegemaakt in zijn lange carrière. Dat is toch een middag die hij niet zo gauw zal vergeten.
Hens van Svedik. Hij was al zeer, zeer populair in Den Haag. Een van de iconen van de club, Lex Schoenmaker. Die populariteit zal na vanmiddag alleen maar toenemen. De geschorste Bosgaard en Rankovic kijken ook dat ze het eigenlijk niet helemaal kunnen geloven wat er in Euroborg allemaal gebeurd is vanmiddag. De Vries. Vreven, ook hij maar eens mee naar voren. Geen overtreding van Levchenko. Sanko. Lindgren naar Silva. Overtreding nog. Gezien van Tininho. Ja, hij zal de mentaliteit van zijn elftal toch eens aan de kaak moeten stellen. Want als het fout dreigt te gaan met Groningen, gaat het ook gelijk goed mis. 7-1 tegen Twente. En ook hier had het zomaar 6-7, misschien wel 8-2 kunnen staan. Van der Linden. Lindgren. Sanko. De meest ongelukkige Groninger van de middag. Want die in de fout ging bij de 3 en de 4-2. De Vries. Nog altijd De Vries. Maar ze staan alweer klaar met 3-4 om te counteren. Vreven voor Hoek. Verdedigd door Seedorf. Suarez. Er zit Saavedra weer tussen. Lindgren. Suarez. In de handen weer van Swinkels. Ja, de eerste helft was Groningen wel dominant. Had veel balbezit. Was het qua kans ook een evenwicht. In de tweede helft is de thuisploeg weggespeeld door ADO Den Haag. De hekkensluiter in de Eredivisie. Van der Linden. Silva. En dan nog een kopstoot van Levchenko. Nou, niets lukt meer bij Groningen in de tweede helft. Dus valt ook deze kopstoot van Levchenko niet binnen. Er komen 3 minuten bij in Euroborg tussen Groningen en ADO. De Vries. Afgetroefd door Levchenko. Suarez diep gestuurd. Doorzien door Bunjevcevic. Tininho. Dat is niet handig wat Tininho doet. Onderschepping van Bruno Silva. Die goede rechtsback van Groningen. Silva. En dan valt het nog. Selman om de score nog enigszins draaglijk aanzicht te geven. Ook deze kopstoot gaat ruim naast en over de goal van Swinkels. Santi Kolk. Meegeven aan Verhoek. Op zoek naar tijdwinst. Wesley Verhoek en loopt dan zelf de bal over de zijlijn. Hij moet die bal teruggeven, want... heeft natuurlijk al geel op zak. Silva. Cornelissen. Weer terug naar Silva.
Seedorf. Ongezien de bal gespeeld in de richting van Suárez. Klas geraakt door Bunjevcevic. Nog een hoekschop voor FC Groningen. Maar het resultaat zal niets meer veranderen. Staan zij klaar om een feestje te gaan vieren. Cornelissen. Swinkels komt en heeft de bal klem vast. Nee, het zullen 241 prettige buskilometers worden terug naar het Zuiderpark. Voor de elftal van Lex Schoenmaker. De Loge. In 1981 won Malendraag voor het laatst van FC Groningen.